jongens en welkom alweer bij een nieuwe vlog. Het is fucking vroeg, weinig geslapen. Gisteren ook heel de dag onderweg geweest, een paar uurtjes geslapen en nu alweer onderweg. Het is vermoeiend als ik het zo mag zeggen. Maar kijk maar wie ik hier ben, man. You see! Ja, man, nee. We zijn weer onderweg, man. We zijn weer te laat. Ja, man. Not for the first time. Niet voor de first time. Oh, accepteren. Accepteren, Max. Ik accepteer. Ja, man. Ja, man. Ik werd net achtervolgd door iemand waarvan ik dacht dat het misschien van de marechaussee was. Ja, maar ik denk, je nam maar heel veel gas af, man. Ja. Ik rijd 150. Je mag maar 100. Ja. Tuurlijk ga ik nog even gas af en rustig aan. We zijn te laat, toch? Daarom. Ja, man. Stonden in file alles. Net ook weer. Dat is kut. Ja, man. Maar kut leven. Soms wil ik in de lucht leven. Je hebt wel iets engs daar op je telefoon, hè? QC enge dingen, hè? Die poekoe, alles omhoog. Ja. Volgende week ga ik hem als goed eens klippen, man. En dan, wanneer ben ik hem? Ergens in april? Ja, ik wil hem een week daarna gewoon dat ik hem heb geklipt, wil ik hem online hebben. Oké. Ja, dat zou best gewoon kunnen als je een goede editor hebt. Ja, toch? Maar ik zeg het jullie nu alvast. Het gaat wel even wat schade aanbrengen, man. Het is wel een erge pokken, man. Ja, het is gewoon een pokken die je gewoon zo aan kan zetten, gewoon mee bouncen. Gewoon. Die gewoon op panics kan draaien. Ja, maar ja, draai hem, man, zou ik zeggen. Hè? Draai hem, zou ik zeggen. Als je me stuurt, dan kan ik hem misschien wel ergens er tussenin gooien. Ja, dan gooi ik hem gewoon erin, hoor. Lekker. Ja, lekker, man. In ieder geval, we zijn onderweg. Matthijs? Nou, jongens, net opnames in een scoreboard. Kijk hier, hele scoreboard, man. Hey, laat je dat even horen, man. Niemand doet mee, man. Ah, joh, jammer, man. Het is een rustige school, man. Gewoon rustige school. Rustige school. Ze hebben het goed lekker, man. Ga je best doen. Kijk, deze leraar is voor het leuk. Die andere leraar wordt niet zo lang. Zo, die G-man denkt, wie is die Marokkaan? Ze hoorden toen ik op deze school kwam, heb ik gehoord dat er geen Marokkanen op kwamen. Jongens, zoals je ziet, we staan ergens op een terrein en we gaan straks quad rijden. Super tof, nog nooit gedaan in mijn leven. Alle boys zijn nu ook naar binnen toe, we gaan even omkleden en zo, dat soort dingen. Ik dacht dat het echt op zo'n normale baan was of zo, maar het blijkt echt zo'n modderbaan te zijn. Dus we willen niet allemaal helemaal vies worden. Dus even kijken wat de opties zijn. En, hebben jullie een beetje zin in? Ja, man. Ja, man. Lekker, man. Jongens, we moeten even een overeenkomstje tekenen. Hè? Dus bro, als je zeg maar je arm breekt, dan is het je eigen schuld, man, bro. En als je de quad kapot maakt, moet je hem ook betalen, man, bro. Ben je er klaar voor? Helemaal. Nee, je hoeft helemaal niks te betalen. We zijn vandaag bij First, man. First. Ik ga goed drijven, man. Ja, wie van jullie drie is de slechtste drijver, denk je? Volgens mij. No. Oh, ik zou niet accepteren. Ik kan niet eens normaal fietsen. Rijden. Ik ben wel aangepakt, man. Een haarnetje? Hey, maar hebben jullie ook grote helmen? Want ik heb echt een groot hoofd, hè? Een hele grote helm. Ja? Ja, zeker weten. Maar eerlijk, zeg maar op de schaal van 1 tot 10, hoe groot vind je mijn hoofd? Ik mag wel eerlijk zijn. Hoe groot? Kijk, ik doe hem even af. Een 9, een 9. Ik ga jou aanrijden straks, man. Is goed. Ik zou hem daar leggen, hoor. Daar is de camera. Oké, dan leg ik daar beter. Nou, jongens, check onze haarnetjes. Super nice. Hij heeft boven je oren. Zie je? Het lijkt alsof we allemaal zeg maar in zo'n fabriek moeten werken, man. Ja, man, kan je lekker weer terug naar waar je begon, hè. What the fuck, man, guys, dit kan toch niet, man. Dit kan toch niet. Kijk hoe ik eruit zie, man, bro. Waterhoofd, man. Mijn oren zijn ook helemaal geplet. Ik hoor mezelf niet goed, man. Dan is die andere nog beter, denk ik. Ik weet niet, was dat de grootste net? Dat was de grootste net. Goh, yo, man. Ga maar niet vertellen dat jullie geen guys hebben gehad met zulke grote hoofden hier, man. Eerlijk gezegd, nee. Shit, man. Ja, ik heb wel een groot hoofd, man, bro. Nou, jongens, dit is mijn helm geworden. Ik voel me nog steeds niet veilig. Let heel je wangen, man. Ja, man. Oh, shit. Oh, ik kreeg hem wel. Hij mept hem al in. Jano, pas op, man, bro. Jij dacht dat jij een groot hoofd had. Maar ja? Ik heb ook echt een fucking groot hoofd. Ja, maar, ik wil het nooit zeggen, maar ik zie het wel. Maar bro, je weet, dat maakt niet uit. Grote hoofden zijn in de mode, man, bro. Maar jij hebt wel een kleine lichaam, dus bij jou, ja. Kleine lichaam? Nou, je bent ook niet klein. Ik ben toch die free fighter? Dit is QC en welkom to Bakka Television. Je gasmijder toe, hè. Ja, de dodemansknop. Als je omhaalt, valt de quad gelijk uit. Let op, mocht je de dodemansknop maar gebruiken, de motor valt wel uit.
Maar de quad rolt natuurlijk wel nog gewoon door, dus je moet er wel nog bij remmen dan. Nou jongens, we hebben net een testrondje gehad en we gaan nu weer. Ik hoop dat de camera blijft. Maar voor het achterbord. Waardoor we ook zeg maar die point om moesten doen aan de onderkant. Want het blijkt dus dat we kunnen vallen. Dus dat vind ik niet fijn. Maar hey, let's try it man, let's try it. If you don't do it, you can't know it. Je weet dus de route al jongen. Juist klaar. Kijk dit man. Ik weet niet of jullie het goed zien, maar helemaal vertiefd man. Dus ik hoorde je benen kunnen een beetje vies worden. We dachten, nou ja, je weet wel, een beetje vies worden, maakt niet uit. Maar die had ik niet verwacht man. Ze zat overal op mijn shirt, op mijn rug, oh, dicht wel bijna om. Dat is eigenlijk ook wel heel fucked up. Het zit ook een beetje in mijn ogen en zo, de hele tijd prikt het een beetje. Maar het was wel echt heel tof om mee te maken. En ja man, nu hebben we nog maar een paar opnames en daarna is het richting huis. Maar ik weet niet hoe ik thuis ga komen met dit man bro, je weet toch? Mensen gaan me zien buiten en denken, wat de fuck is er met hem aan de hand? Maar in ieder geval was heel tof om mee te maken, dat vond ik wel man. Het was leuker dan verwacht. We hebben echt door modder heen gereden. YouTube is helemaal door zijn midden bijna in de modder gezakt en zo. Dus dat was wel echt super grappig. En nu kijkt er een mevrouw mij aan, op ieder geval ze loopt hier en ik moet nog een paar opnames doen. Dus ik moet opschieten. Ze heeft zo'n blik zeg maar, waarmee ze kijkt, ja schiet gewoon op. Nou jongens, we hebben net wat opnames in een hotel achter de rug. Wat ook allemaal online gaat komen en zo, best wel leuk. Ik had eventjes niet gevlogd, want ik was er eventjes helemaal doorheen. Ik was echt kapot en dan ook echt kapot zag er reinig. Ik was er even helemaal klaar mee. Maar nu we even alles achter de rug hebben, ben je wel weer opgelucht. Je hebt wel goed gedaan man. Ja toch? Ja, maar alles heb je echt goed gedaan man. Ja maar je moet soms Hey Jesse! Yo! Hey Fakka bro! Fakka! Wat hè? Hey what man! Fakka! Hey Fakka! Hey Fakka Justo! Lekker man, is rustig? Hey, rustig? Rustig, wat ga je doen dan? Wat zei je? We gaan naar toneelschuur man. Hey, je zit allemaal van haar. Wat is foto man? Goed, tuurlijk man bro. Hey, mag ik een fotootje met jou shooten? Ja man. Allemaal strijder ouwe. Hey, ik zeg je eerlijk hè, Haarlem, dans het wel liefde hier. Ik kijk elke dag naar jouw vlogs hè. Ja. Ik kijk zo, ik zie je, dat kun je zien ouwe. Ja. Dan geloof ik het. Dan rijd je terug. Hey, fuck man bro. Hey bro. Lekker. Hey, love man. Love man strijder. Hey, het is dat hij is hè. Ik ga niet met jullie liegen bro. De liefde in Haarlem is echt super hoog. Je moet denken, ik ben hier een paar keer geweest, maar dan echt alleen met Monjans Music, waar ik ook de laatste tijd veel te vinden gaat zijn, zeg maar. Maar als ik hier nu ben, ik echt de eerste keer dat ik een beetje in de stad in Haarlem ben gaan lopen en zo. Wel met een super vieze broek. Maar de liefde hier is niet normaal, man. Het is echt super veel lof. Soms heb je gewoon van die steden, kijk, ik denk in elke stad is er wel lof, maar soms merk je gewoon extra of zo. Gewoon zo, je weet toch, alsof het, ik weet niet man, het is niet echt uit te leggen of zo, maar
Je merkt gewoon aan die warmte, man. Hey, zie je weer, man. Mensen worden gek. Hey, weet toch? Maar het is ook omdat je een beetje van ver komt, toch? Ik bedoel, ja, uit Rotterdam ook super veel liefde, haar eigen stad. Maar toch heb je, zeg maar, mensen kunnen je daar verwachten of zo. Of weten dat je daar wel eens loopt. Maar hier, hè, dan verwacht het niet. En dan is die liefde ineens, bim, komt die super dik binnen. Mensen komen schilderd aan uit auto en zo. Super veel lobby voor Haarlem. Shout-out naar jullie strijders allemaal. Ik ben al een stuk vrolijker. En ik ga nu lekker naar de auto toe en dan richting huis toe. Want, nou jongens, daar staat Joes. We gaan zo de bakkie in. Maar ik heb hier nog op twee strijders. Fucker boys. Ja, kwamen jullie al bij de heenweg, kwam ik al jullie tegen? Net op, ja, mijn broer, op dat moment was ik het helemaal zat. Ik zag ook filmen, ik zag er reinig uit, hè? Zag er niet uit, man. Nee, man. Het gaat weer beter, man. Love. Ja toch, maar wat, zijn dit niet zoveel kappers, u bent kapper? Ik ben tijdelijk hier, broer. Ik zit echt daar op de hoek. Ja? Ik ben nu aan het verbouwen, man. Verbouwen, lekker man. Maar hoe oud ben je? 22. 22 eigen kapperzaak. Boy, ik hou van zulke dingen, man. Ondernemers, man, bro. En hij leert bij mij. Ja toch, lekker man. Dus jij gaat ook knippen en zo. Ja. Lekker man. Dus scharen net lesbisch. Oh, accepteer de punchline. Na 6 uur doen we andere dingen. Moet toch, bro, moet. Ja, lekker man. In ieder geval, ik zou dan, hoe heet je kapperzaak? Gooi even een shout-outje. Zeg de barber, man. Volg me op Insta. Ja, toch? Lekker man. Ja, toch. Yes, jongens, ik ben ondertussen terug in Spijk en ik ben direct naar iemand toegegaan. Als jullie een beetje om, ja, ik weet niet, als jullie dit een beetje zien, dan moeten jullie het wel herkennen als jullie een beetje de vlogs kijken. Ik ben natuurlijk weer bij mijn broer. Zijn de laatste tijd wel weer lekker vaccin, man. Jee, bedankt. Lekker man. Ja, gezellig, hè? Wel lekker man. Hey, PV. Stel voor iemand komt jou bij een celebrity boxing uitdagen, man. Wat voor combo's geef je? Combo's? Ja. Figuurlijk. Ja? Oh. 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 Zo, toch? Oh, lekker, hoor. Het is klaar, kom. Hey, ik kan er ook tante snel slaan. Maar die snel is, die tante snel is, die Ip Man shit, die... Ah, fuck. Hij vermoed me, fuck. Ah. Lekker, man. Oh. Lekker, man. Okay. Dit is mijn bodyguard, man, bro. Hetzelfde. Lekker, kom met mijn broertje, kom jij mee. Ah, zeg ze, man. Oh, de alle magen waren leeg hier, man. Ja, man. Thanks, man. Ja, man. Geen probleem, man. Lekker eten, man. Je kan nooit alleen eten, man. Nee, man. Lekker, man. Geniet ervan, man. Thanks, man. Kom goed. Hey, ik heb gewoon geen energie meer alleen, in mijn lichaam, man. Alleen, dat is een foto, hè. Hoe die guy... Dus ze sturen iemand om je pizza te brengen, maar niet eens met genoeg wisselgeld. Nee. Dus... Ik heb hem gewoon voor je gegeven. Ja, dat sowieso, weet je. Maar dat is ook tjoetje voor die gast, weet je. Hij voelt zich lullig, want ja... Ik dacht dat het klopt al, hij komt terug voor de moeder. Ja, precies. Nee, maar ik heb wel tegen hem gezegd. Hou voor jezelf. Hou voor jezelf, vriend, jij je baas. Baas is zijn tering geweest. Oké. Okay. Nee, sowieso een goeie, let's go, man. Kijk, je weet toch. Ik wil gewoon heel die pizza rustig laten opeten, maar ik wil toch nog even zeggen: chappen, man. Chap die ding, man. Chappen, man. Lekker, man. Ik zeg jullie eerlijk, jongens, een stuk meer energie. Ja, iedereen heeft iets meer energie, hè? Ja, man. Zo, man. Ging net kapot, man. Yes, jongens, ik ben ondertussen thuis en ik zit even achter mijn computer. En ik ga de vlog afsluiten. Ik ga het echt lekker kort houden. Ik ben echt kapot. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie weer de volgende vlog, man.